In het begin had ik echt zo het ding van: je kunt niets doen, want het is corona. Ik heb mij daar zo moeten overzetten dat er wel nog dingen waren die je wel nog kon doen. Maak concrete vrije tijdsplannen. Ineens hebben wij superveel tijd, iets wat ik niet gewoon ben. Ik ben vaak druk bezig. Uh, dus dat was in het begin heel, uh, heel veel zoeken om. Wat ga ik doen? Wat wil ik doen? Ik vind het moeilijk om echt vrije tijd in te plannen, omdat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik altijd vrije tijd heb. Ik ben nu werk aan het zoeken, dus het is niet dat ik naar de les moet gaan of dat ik een vast uur heb om te werken. Er is geen structuur meer. In het begin was dat heel moeilijk om structuur te vinden. Zeker in deze tijden, als als er niet echt sprake is van een weekend, want alles loopt zo in elkaar door. Probeer ik wel te zeggen van: ik ga de leuke dingen in het weekend doen. Ik probeer mijn vrije tijd op voorhand al wel wat in te plannen, zodanig dat je op dat moment echt vrij kunt nemen en je laptop aan de kant kunt gooien. En dat je niet de hele tijd voor school bezig bent, maar dat je toch wel momenten hebt om vrije tijd te hebben. Ik heb tijdens, ja, voornamelijk tijdens de eerste lockdown echt een planning gemaakt in mijn agenda, waar de uren effectief op staan. Oké, okay, om acht uur sta ik op. Nee, zat ik aan mijn bureau. Um, werken tot tien uur, half uurtje pauze. Met school is dat natuurlijk makkelijker om mij te plannen, want we hebben een planning van school en dan kan ik zeggen, in die pauze doe ik dit, in die pauze doe ik dat. Ik leef eigenlijk meestal van dag tot dag. Dat is niet echt dat ik dingen vooruit plan. Want het is ook gewoon heel moeilijk om te weten wat er momenteel aan het gebeuren is. Gaan we dat dan effectief wel mogen doen? Dus ik leef eigenlijk van dag tot dag en ik heb leren beseffen dat dat echt heel leuk is. Het leukste wat ik uh, in de afgelopen maanden gedaan heb, uh, was een grote wandeling uh, gemaakt of er tijd voor gemaakt. En we hebben 30 kilometer uh, gewandeld uh, langs de kustlijn. Dus het uh, was super goede ontspanning. Het leuke dat ik tot nu toe wel gehad heb, is wel de momenten dat er iets meer versoepelingen waren waardoor we de vrienden onder elkaar konden zien. Maar wel de leuke momenten en daar ben ik wel echt aan opgetrokken. Toen dat de cafés open waren, het was ook wel in tijden van corona, ik ben mij ook echt geamuseerd en de regels gehouden wel. Ik heb piano leren spelen, maar nog niet supergoed, want het lukt nog niet zo. Maar ik maak zelf ook muziek als ik dan met mijn mensen samen, mensen samen in de studio zit. Dat is echt geweldig, die vibe en die, en die sfeer. En dat is echt leuk, ja. Zoomfeestjes. Eén iemand draait dan de muziek, de rest dan rustig verder. En um, ja, dat, dat was altijd wel heel plezant, ja. Het leukste wat ik dit schooljaar gedaan heb, was eigenlijk de kleine momentjes met mijn klas. Dat wij gewoon pizza bestelden in de klas. En dat we gewoon allemaal samen tijdens de middagpauze pizza waren aan het eten. Heel simpel momentje, klein momentje, maar dat was denk ik toch wel de leukste, het leukste momentje dat ik deze coronaperiode heb meegemaakt. Ik zou sowieso nieuwe dingen proberen. Um, ik heb mezelf echt gevonden in de, in de quarantaine door gewoon heel veel nieuwe dingen te doen en dan te kijken, mij dit vind ik echt leuk. Wandelen. Ja, ik het vooral jullie allemaal aan om te gaan wandelen eigenlijk. Wandelen kan je gedachten zodanig gaan, 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 gaan verspreiden over de natuur en je gaat gewoon eigenlijk je focussen op, op, op mooie dingen, want de natuur is sowieso iets moois en als je dat dan ziet, gaat je gedachten ook al heel mooi gaan worden. Ik zou vooral aanraden om dingen te doen die je graag doet en niet... Als mensen zeggen, oh, je moet eens een puzzel proberen, maar als je eigenlijk niet zo into puzzels bent, zou ik dat niet doen. Want je gaat, daar, je gaat het gevoel hebben dat je je tijd in iets hebt gestoken wat je niet leuk vond. Ga een keer naar, naar een gebied waar je nog nooit geweest bent of een, een domein buiten waar je nog nooit geweest bent om daar een keer uh, de omgeving te gaan ontdekken. Voor de coronaperiode was ik zelf echt geen wandelaar en ik kon dat niet tegen en ik vond dat niet wees. Maar nu wandelen, echt, dat is iets dat ik heel graag doe, dus echt daar. Probeer te doen waar je goed in bent, of wat je vindt waar je goed in bent. En probeer dan nog, daar nog beter in te worden. Opschrijven waarvoor je dankbaar bent. Want tijdens deze periode um, zien we vaak alleen maar negativiteit. En als je dan je mindset verandert en denkt van oké, okay, wat heb ik vandaag gehad dat echt leuk was. Um, en dat kunnen kleine dingen zijn als um, ik heb lekker brood gegeten vandaag, of ik heb een lekkere maaltijd gemaakt, of ik heb een mooie wandeling gedaan. En dat effectief opschrijven. En als je dan na één maand, of zelfs maar naar, na één week, leest, wat je allemaal hebt opgeschreven, um, dan voel je echt dankbaar en voel je gelukkig. Ik heb persoonlijk niet zoveel. Het gevoel van verveling, omdat ik wel altijd iets vind om mee bezig te zijn. Maar wel soms het gevoel van ik wil nu eens met iemand zijn. En dat kan misschien zo zijn van ik verveel mij wel alleen. Ik had wel zo soms momentjes dat ik echt zoiets had van oh, wat moet ik nu doen? En mijn gezin werd daar ook wel vrij ambetant van dat ze zo zeiden. Allee Charlotte, zit je nu weer aan het vervelen? Ik zeg ja, ik kan, ik kan niet veel dingen doen. Er is sowieso een gebrek aan opties. Ja, je kunt sowieso niet meer op café gaan of zo. Of, allez, alle spontaniteit is weg uit het dagelijkse leven. Ik heb niet echt last van verveling. Ik vind dat tof om bijvoorbeeld Netflix te kijken, om alleen te zijn of TikTok. En. Dat is voor mij eigenlijk wel wat, wat tof. De eerste stap om verveling tegen te gaan is dat beseffen dat je aan het vervelen bent. Wat dat kan helpen is iemand sturen, iemand lastigvallen. Gewoon van hé, hey, ik verveel mij, entertain mij. Het gaat ook altijd wel aan als je denkt van. Ik ga me vervelen. Ik probeer al op preventief iets te gaan fixen, zodat je je eigenlijk niet meer moet vervelen.